Man, woman, man. Isabi solisi, mange fintak na denamang. Tramange fintak, mang nodoro mang. Madate mang mit mang, dawe shisuma na sort mang. Op de vraag, wat voor man ben je? Kan elk gestructureerd antwoord dat je als man kan geven. Met welke beschrijving dan ook van de meervoudige ingangen die allemaal leiden naar jouw ware aard. Uiteindelijk gefilterd worden door opvattingen van principiële verwachtingen die alleen via twee uitgangen aangegeven worden. Because when it comes to the masculine kind, it's alpha male or beta male with a sigma in between. Strong men or weak men. Dus ook al komt het met slaan op je borst om te overtuigen dat jij die man bent die stoer staat te roken of te drinken, gedecoreerd met schaars geklede vrouwen. Of die man die zo romantisch en galant is. Die man die zo graag gewild is door vele vrouwen. Die man die aardig, intelligent, knap, lief, vooruitstrevend is. Of gewoon die vent met veel vrije tijd in wiens verbeelding de definitie van een man iemand is die graag gewild is door het ander geslacht, omdat dat wat zij tussen hun benen hebben perfect past bij dat wat hij daar heeft, biologisch gezien. Aan het eind van de dag gaat het om bekwaamd zijn of tamelijk zwak zijn als man. Ninja lauko, wokoroi. Uit mi, Wang Lanang. Culturele achtergronden kunnen verschillend zijn in ons bestaan, maar autoriteit om orde te brengen en te leiden is een aangeboren norm, een gunstige en morele eigenschap. Dus man zijn is niet alleen. Psst. Schat, luister even. Man zijn is durven om jezelf te zijn. Durven op te komen voor hetgeen waar je voor staat. En bereid zijn om offers te brengen voor dat waar je in gelooft. Wat niet kan, hoeft niet altijd. En als je tot manipulatie over kan gaan om iets gedaan te krijgen, dan is de kans er dat je door datgene ook gemanipuleerd kan worden. Want het vergt slechts één onschuldig vrouwelijk gebaar. En de sensuele prikkels gaan bij ons al heel snel van hoofd tot voet. We koesteren zelfbeheersing uit respect. Die innerlijke ridder in ons neemt niet weg dat we mannen zijn van vlees en bloed. Maar geef die ridder niet op voor een slaaf van de lust. Want als mannelijkheid alleen maar gemeten wordt op de status die we toegekend hebben aan ons geslachtsdeel, dan hebben we al gedemonstreerd hoe dorstig en radeloos we zijn, maar ook hoe angstig en wanhopig vanuit onze seksuele lust. Gebogen met gespannen boog of vermoeid. Onvermoeibaar. Want bijna iedereen sipt van die vlotte babbel met hem onder het genot van een glas wijn. Maar weinigen weten dat dat glas wijn gesteund wordt door twee scheutjes drank van een hoger alcoholpercentage die hij vooraf heeft ingenomen. Rent hij weg voor de verantwoordelijkheden als man?
Ontvlucht hij de realiteit? Of probeert hij slechts de werkelijkheid wat draaglijker te maken? Want hij mag niet, hij moet, hij mag niet, hij moet, hij mag niet, hij moet, hij mag niet. Hij mag het een keer ook even niet weten. Hij mag ook een keer zeggen dat hij moe is. Hij mag ook huilen, maar bij het laten zien van tranen is dat weer een teken van zwakte. Geen water in zijn wijn is vervangen met verbitterde tranen. You're a grown man, so playtime is over. De lat ligt hoog voor dat innerlijk kind dat in een hoek is geschoven. Niet altijd bereid om afstand te nemen van het veilige hart van moeder ter wille van liefdespartners. We zijn niet allemaal de maatschappij ingeprezen om de veelbelovende verwachtingen waar te maken. We hebben niet allemaal hetzelfde meegekregen om in de maatschappij te gaan, daar waar je moet gaan tonen dat je man bent. Daar waar meedogenloosheid zijn betrokkenheid moeilijk kan bedwingen. Wij zullen niet allemaal op de lijst komen van wie zich wel winnaar mag noemen. In een aantal opzichten. En toch. Toch hebben we die leiderschapsrol te vervullen. Met vaderschap als een belangrijke test die de vordering daarvan zal onthullen. En we zijn ook niet allemaal even trots en enthousiast over de man die ons verwekt heeft. Maar ergens heb ik gehoord dat in het verhaal van elke vader een stukje incompleetheid zit. En daarom hebben ze zonen om af te ronden waarmee zij begonnen zijn. En Sulile Blinker zei: zonder vaders geen moeders en zonder moeders geen vaders. Ik zie dingen rauw, maar ik bespreek ze vanuit een bepaalde gaarheid. Die pil kan rood zijn of blauw, maar ik ben niet weggerend voor de waarheid. Now look, I might be the one initiating this right now. But this topic has been preached. It has been rolling in podcasts, on TV, on radio, and social media, where anyone can come up with their own conclusion about the lack of masculinity nowadays. In times where love has been replaced with narcissism and materialism, leaving us questioning what expectations are worth sacrificing for. I'm not gonna point fingers. So, let's not blame the women. It's the responsibility of both to raise their sons from boys to men. Zelf als je niet bang bent om gepijnigd te worden, veronderstel ik dat je niet op teleurstellingen anticipeert. Je bent de rots in de branding, maar dat wil niet zeggen dat je een hart van steen hebt. Ik ben je de les niet aan het voorlezen, maar ik koester dat respect, de integriteit, de discipline en de nobelheid dat toebehoort aan mannelijkheid. Landelijk.